De laatste processen verbaal van kiesdistrict Paramaribo worden in orde gemaakt in de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau is gevestigd. De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, zegt dat vanwege veel oponthoud de processen verbaal van enkele stembureaus nog niet te waren afgemaakt. Wat we nu doen is dat bepaalde processen verbaal, de mensen waar het is op de dag van de stemming waren ze gestopt en ze hebben niet verder geteld. Of bepaalde dingen zijn niet ingevuld enzovoort. En dan moet men komen om het in te vullen. Dus om het compleet te maken. Maar wordt er dan een nieuw procesverbaal afgemaakt? Nee, men moet het procesverbaal afmaken. Want als je gedeelte hebt ingevuld en de gedeelte niet, moet het komen. Ja? Want sommigen hebben dan DNA geteld en dan er niet geteld. Of er voor een gedeelte geteld, maar dat werkt niet. Dus dan moeten ze dan komen om het procesverbaal compleet te maken. En dat is hier aan de gang. Dus we willen dat als we dit af hebben vandaag, daar is Paramaribo stop. Dan zijn we klaar, dan kunnen we gelijk onze zitting houden. En dat zou ik net vragen, dan wanneer denkt u dat de openbare zitting dan kan plaatsvinden? We gaan kijken om het direct daarna te doen. Vandaag dus, nog? Dat hangt van de snelheid van de mensen af. Maar het gaat op tegentijdig melden. En ja? Naar uw informatie, hoeveel moet er nog afgemaakt worden? So, het zijn in totaal 12, dus we kijken. Er zijn een aantal geweest vandaag. Dus we zijn tot vanmiddag bezig. Toch, we weten ook dat er een extra lockdown is. Dus we moeten bepaalde dingen in orde hebben. Anders is het werk nog wat te gaan. Dat was Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo. Hij hoopt dat het werk vandaag kan worden afgerond, zodat de uitslag bekend kan worden gemaakt op de openbare zitting.